chefsfriends.nl. De langoustine, dus het tataar, dat is al wat zachter, dus het is mooi als de asperge toch wel iets knapperiger is. En dan ben je op zoek naar de balans van wat bitter, maar wat zoeter van de langoustines en framboos. Je bent aan het combineren met dressings, is die wat zuurder, is die, ja, het mondgevoel moet gewoon goed zijn en daar ben je dan naar op zoek. En als laatste dan de presentatie. Hoe ga je iets presenteren op een bord? We maken barbecueolie. De asperge zelf grillen we niet op de barbecue zelf. Maar wij gebruiken de olie om die smaak te krijgen. We branden de asperge af. Dus eerst koken we ze gewoon in gezouten water, garen we ze. Dan branden we ze af met een gasbrander. Daar laten we ze marineren in barbecueolie. En die olie wordt gemaakt door gewoon hete kolen in olie te doen. Dan krijg je die smaakoverdracht. Dat doe je weer door een doek en krijg je weer heldere olie. En dan zit daarbij wat forelkuit en dille. Eigenlijk vrij klassiek natuurlijk, maar je krijgt die twist door de barbecueolie. Mosselen gewoon gekookt. Hoe mosselen gekookt moeten worden. Afgeblust met witte wijn, bouquetgroenten erin. Nou, die haal je uit zijn schelp. Daar zit geconfijte kabeljauw bij. Eerst even licht gepekeld, dat kabeljauw toch wel wat vocht bevat. Dan doe je hem langzaam garen in olie met veel citroen, veel knoflook, citroentijm zit erin. En daar zitten dan de asperges bij, gekookt. Mooi op maat gesneden en dan een beetje geglazeerd nog in boter en wat aspergevocht. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefsfriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.